Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe middag, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik zou me echt niet kunnen voorstellen hoe mijn leven zou zijn zonder vloggen. Ik zit vandaag lekker een beetje te werken. Ik ben heel erg moe van het verjaardagsweekend. Echt bizar. Het was ik heel slag weer, nu schijnt het zonnetje, maar het is 5 uur. En echt, ik ben helemaal kapot. Het enige wat ik heb gedaan is een klein beetje opruimen. Een beetje werken en een beetje chillen. Heel moe, maar heel voldaan. Maar ik ben vast begonnen met het editen van zaterdag. Terwijl ik de rest van de week ervoor nog moet editen. Maar het maakt me zo blij. En denk ik echt, ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik ooit zou stoppen met vloggen. Zo, het lijkt alsof ik heb gehuild. Mijn ogen zijn droog. Ik vind het zo leuk om dit soort leuke beelden terug te zien. Maar ook serieuze dingen. En ik ben zo dankbaar dat ik, nou, dankzij mezelf. Maar ik ben zo dankbaar dat ik alles van bijna 8 jaar terug gewoon kan terugzien. Want mijn vlogs zijn ook heel echt. Dus ik zie zeg maar video's van snoepproef of zo. Die kijk ik niet terug. Dat boeit me niet. Maar mijn vlogs zijn gewoon mijn echte leven. Nou, dan denk ik, ben ik aan het editen, denk ik, dit is echt mijn leukste vlog ooit. Maar dat denk ik dan heel vaak, of mijn mooiste vlog. Of, en soms zijn mijn vlogs ook saai, maar ja. Ik vind het zo onwijs leuk om te doen. En ook omdat dan, ik kan helemaal verheugen van, oh, ik wil het gaan editen. En dan ben ik helemaal aan het genieten. Dus ja, zo moe, maar je ziet het waarschijnlijk wel aan me. Wel echt happy en voldaan. Ik ben heel blij met me. Ik ben echt heel blij met mijn verjaardagsweekend en zo. En het is altijd zo, als je eigen verjaardag viert, je geniet minder. Dat heb ik echt. Echt minder genoten dan in de ideale wereld, weet je wel. Want soms op feestjes van anderen geniet ik gewoon meer. Dus ik ben toch aan het regelen, maar dan achteraf is een heel voldaan gevoel. Achteraf denk ik ook, oh, ik had nog zoveel meer met die willen kletsen, met die. En duurde het dan nog maar langer. En dat heb je altijd bij eigen feestjes, volgens mij is iedereen dat. Oh. Maar het was zo leuk en iedereen was zo dankbaar en blij. En het was echt toppie. Ik had het niet anders willen hebben. Dus nou, dit is mijn maandagvlog, denk ik. Ik heb verder niet zoveel te melden. Ik heb even lekker boodschapjes gedaan. En dit in de koelkast gezet als verrassing. Voor haar, wat die lief is. Good morning, ik heb dus voor de 2e nacht op rij. Gisteren heb ik geslapen van 12 tot 5:30 of zo. En vandaag van 11:45 tot 6:30. Normaal word ik altijd om 1 uur wakker, om 3 uur. Ik weet niet waarom. Ik weet wel dat ik moe ben, maar ik heb echt het gevoel dat het komt omdat ik nu helemaal alle stress, zeg maar ook 30 verjaardag is nu geweest, dat ik helemaal nu ontspannen ben. Ik kwam gisteren iemand tegen in de supermarkt die ik lang niet had gezien. Die zei, wow, wat straal jij rust uit, terwijl ik zeg maar zo verrot in de winkel liep. Moet je nagaan als je er zo verrot uitziet en iemand zegt alsnog, je straalt rust uit en geluk en zo. En ik krijg het van jullie ook te horen, daar ben ik zo blij mee. We hebben net lekker ontbeten, ik heb een beetje wat opgeruimd, dus het huis is eigenlijk weer lekker aan kant. En nu gaan we eventjes lekker jumpen. Nou, de dochter van mijn vriend gaat jumpen en ik ga sporten. En vanmiddag gaan we richting Amsterdam-Bijlmer en dan gaan we naar de Freek Vonk Show. Superleuk. Ik heb echt super lekker gesport en gewandeld. En ik, zeg maar, bij dat armapparaat, niet de buitenste, niet de middelste, maar de binnenste, waar ik eerst al het sterkst mee was, die had ik nu vandaag voor het eerst op 15 kilo lichter. Dus op dat betekent dus zwaarder, zeg maar, op zo'n apparaat. Dus vandaag voor het eerst al. Ik denk dat ik 2 maanden bezig ben of zo misschien. Dus dat gaat echt vooruit. Daar ben ik super blij mee. En ook mijn buikspieren heb ik op 62,5. Terwijl ik eerst op 30 zat of zo. Dus dat gaat echt super goed. En nu heb ik lekker kwark met butter biscuit drops van MyProtein. En lekkere noten. En hier nog wat huzarensalade. Dat is dan wel met aardappel. Maar dat maakt niet uit. Wat selderijsalade nog van de barbecue. Een stukje worst en een stukje truffelkaas. Allemaal lekker. Oh, en ik ga nog even slabootjes erbij doen. En dan ga ik dit in die sla doen. En misschien ook nog een beetje kip. We gaan straks weg, dus even lekker goede dingen eten. Ik krijg nog steeds op Instagram en zo steeds de vraag, wat gebruik je nou? Nou, deze van de Aldi zijn dus heel chill, want die zijn echt, die hebben niet van binnen van dat wat sla altijd heeft, weet je, dat je op een gegeven moment een beetje dat op is. Gewoon, die zit helemaal vol met sla. Maar romaine sla is net zo chill. Dus dit doe ik er ook nog bij, dus lekker veel. Alright, ik moet me nog opmaken, maar outfit check. Mijn witte zit in de was, dit is een beige. En dan mijn shoes. Er zijn iets op mijn tenen gevallen, dus dit zijn de enige schoenen die ik aan kan. Omdat het gewoon vet van pijn doet. Dus oorbellen. En ik ga mijn auto opmaken. Dit is dat Levi's jasje wat ik toen bij die outlet had gekocht. Op zich vind ik het zo dicht ook wel leuk. Hoe ver moet ik naar achter lopen? Of zo. Leuk toch? Ik probeer steeds weer nieuwe outfitjes te ontdekken. Deze oorbellen vind ik echt geweldig. Oké, ik ga de auto lekker opmaken en dan gaan we naar Freek Vonk in Amsterdam. Dit nummer vind ik zo goed. Oh, ik dacht dat je er... Cozy, ik erg van mijn outfit. Kijk, hoe leuk. Ja.
Ik ben helemaal verliefd op deze look. Kijk hoe groot het hier is. Niet normaal. Wat? Iedereen wordt helemaal dol. Weet ik niet. Kijk mijn schoenen licht geven. 1 minuut. Nodig, want die rennen niet weg. Stil zijn. Luister. Huh. Oh. En dan weer eens erdoor. En dan ga je gegarandeerd vanzelf. Ja. 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 Er ligt hier een ding. Heb je wat? Ze doden hun prooien door de volk. Oké, pas jij even. Ja. De mensen hoeven er echt niet bang voor te zijn. Wij zijn veel te groot voor ze. Maar een flinke aap. Oh my god. Slang, een koud kusje. Sterker nog, groter, beter. Want ik kan hier weer een tijdje zonder eten. Die honden de vlijmscherpe tanden. Ze slaan hier maar flinke kronkels van het spierende lijf om de prooi heen. En trekt steeds wat strakker aan. Dit is zo geweldig. Vogel, waarom heb je eigenlijk mij uitgekozen? Droom ik? Of is dit echt ongelooflijk? Maar lieve vogel, vertel me wat ik kan doen. Wat kan ik doen om jullie dieren te helpen? Wil je je blijven inzetten voor ons dier? Ja, natuurlijk. Mooie afsluiting, hè? Dat ga ik doen, maar mensen van de toekomst, hoe bedoel je? Ik bedoel het. Het was echt zo leuk, niet normaal. Echt geweldig, echt aanrader. Oké, jongens. Het was zo leuk, zeg maar echt niet verwacht dat het zo leuk was als dat het was. Het was gewoon een mega spektakel. Het was echt een show en je leerde heel erg veel. Dat was heel erg tof, maar er was ook heel veel actie, heel veel afwisseling. Hij kwam langs gelopen. Het was gewoon perfect. Het was alles in één, niet te lang. Lekker B-ruimte, echt een aanrader. Dus hoe heette deze show ook weer? Freak in the Jungle? Ik weet ook niet meer hoe deze heette. Dank je. Baby, don't hurt me. Baszorg is heel vaak volgens mij vol. Is hier uitgang? Wee. Ja, ik film nog. Leuk. Voor de sfeer. Hartje voor de sfeer. Voor de sfeer. Hartje voor de sfeer. Nu gaan we dus even... We wilden misschien hier wat eten. Maar we dachten, we gaan vast lekker rijden. En dan gaan we kijken waar we gaan eten. In Zoetermeer of zo. Dan zijn we vast lekker dichtbij. Woehoe. Ja, eerst dacht ik dat we misschien bij fans konden eten. Het ziet er echt niet mooi uit. Op een bord gegooid. Bijna alle restaurants waren dicht op dinsdag en we konden geen takoyaki vinden. Dus we zijn weer bij eten en zo beland, want dat is super lekker. Het is hier ook echt heel warm. Want ik had het koud, het is hier best warm. Ik heb hier ossa's puntjes. Een stukje Peking eend, een beetje rundvlees, een stukje babi pangang spek, een kaassoufflé, torpedo garnalen, zoete aardappel, asperges, een soort van kip en de heerlijke boontjes.
chocola. Wij hebben een heerlijk chill dagje. Het is super lekker weer. En morgen wordt het zelfs 21 graden. Morgen gaan we echt leuke dingen doen trouwens. Vandaag hadden we lekker nog thuis. Ik ben de hele dag een beetje in bikini en dat soort dingen gelopen. En gechilled buiten. Het is zo relaxed onder de dinges. Zonnescherm en dan met de lounge set. Het is echt heerlijk. Het is ook nog een beetje lekker opgeruimd en zo. We gaan nu heerlijk barbecuen. Kaylee is er weer. Ze zijn lekker aan het spelen. Ik ga zo lekker barbecuen. Lekkere dingetjes. Wasje aan het uithangen. Lekker naast barbecue. En gewoon een super chill dagje. Hola, het is al bijna 1 uur. Wij gaan vanmiddag lekker naar Kijkduin. Ik was op Instagram gevraagd of ik in ruil voor stories bij Welke Mama wilde komen eten. Dus ik hoef het niet in mijn vlog te delen, maar eigenlijk vlog. Dus dat gaan we vanmiddag doen. Super gezellig. En even bij Kijkduin, lekker dicht bij het strand. Nu ga ik dus sporten en ik heb eigenlijk vooral gewoon een beetje gewerkt. Ook over vakantie, maar het moet ook gebeuren. En pakketjes klaargemaakt om weg te brengen. Dus ik ga zo ook eventjes door de sportschool lopen. En dan eerst de PostNL pakketjes wegbrengen. En dan vanmiddag DHL pakketjes. En dan heb ik alles verstuurd. Maar ik kreeg ook weer zo'n Vinted bestelling die daar zo'n homework bent. Maar moeten we ook dat wat uitgezet? Vind ik super eerie. Maar oké, okay, nou, niet zoveel boeiend dus. Wow, die wind hier. Kijk de wind. Lekker met mijn broek in het strand. Kijk, we hebben van Strandtent 14. Haagstuinwater. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Haagstuinwater. Ha, hoe spreek je dit uit? Het is gelukt. In het Haags. Dit is serieus een van de lekkerste cocktails die ik ooit heb gehad. Want het smaakt gewoon naar een vers geperste juice met ook groen erin. Ik meen het, anders zou ik dit niet vroeg natuurlijk. Heerlijk, echt heerlijk. Dit is dus de super positive en dat heb je ook gewoon als stapje met ananas, limoen, spinazie, komkommer, appel. Maar hier zit dan nog een vodka in. Het is echt oprecht het lekkerste stapje ever. En ze waren ook echt super aardig wat betreft allergieën, want hier heb je natuurlijk heel veel soja in de gerechten zitten. Maar ze wilden heel veel dingen zonder maken. Maar ik ben gewoon voor eentje gegaan die sowieso geen soja heeft. Dus ik heb een curry met garnaal. Deze met kokos en zo, dat vind ik echt mega lekker. En dit is dus eigenlijk het sapje wat ik heb, maar dan met vodka. En ik heb gyoza genomen met eend. En dan hebben we nog meer deze besteld. En teppanyaki met duck. Dit. Oh, je hebt ook een donburi. Oh, en nog een donburi met duck. En hebben we nog bouwbuns, maar die ga ik niet nemen, want dat is echt heel veel soja. En sojaboontjes. Kim, dat hoort dus bij jouw bol. Maar dat is echt super lekker kimchi. En gyoza. Hoe kom je aan stokjes? Oh, hier. Het sausje is echt heerlijk. Hoi. Het sluit lekker af met een proseccootje zo. Ik zit vol niet normaal. Cheers. Kijk hoe pretty dit uitzicht hier. Hier ligt het dus. Goedemorgen jongens, volgens mij heb ik zo weinig vlog deze week. Maar oké, dat is wel een beetje logisch na vorige week. We hebben dus echt een drama met Boezie. Ze, trouwens, ik heb gisteren weinig gevlogd. Ik ben moe, ging heel laat slapen. Nee, je mag niet naar buiten. Sorry. Zij heeft dus de poes van de buren ontdekt. Nee, we gaan niet naar buiten, Boezie, sorry. En nu is ze helemaal doorgedraaid. Springt ze over het balkon. Ze moeten een oplossing bedenken. Dus ik zit nu in een soort van alsof ik een baby heb die de hele dag huilt en dat ik moet negeren. Dat kan ik best goed doordat ik juf ben geweest. Nee, je weet hopelijk waarom. Gisteren heb ik de hele tijd buiten aan haar lopen beschermen en zo. Of tegenhouden als een bodyguard, maar dat gaat niet de hele tijd. We hebben trouwens nieuwe gordijnen van de HEMA. De kwaliteit is wel iets minder dan die van Veneta boven, maar ook wel iets goedkoper volgens mij. Maar mijn ouders hebben deze ook. En daar zijn ze echt prachtig. Dus we hadden verwacht dat het ongeveer net zo mooi... Kijk, het is wel mooi, maar het is gewoon iets minder dik. Zeg maar, de Veneta is gewoon echt bizar prachtig. Die waren echt heel mooi. Maar deze zijn prima. Alleen we hebben de maat ook net verkeerd, waardoor ze net boven de grond komen. En we hebben een veel donkerdere kleur dan we dachten. Maar overal... je hebt ze misschien laatst al gezien, want toen hingen ze al. Alleen, kijk, dit gaat dus ook nog niet lekker, want we hebben niet een goede rails. Nou ja, heel irritant. Maar toen zat er dus allemaal een soort van bleekvlek op de stof. Kijk, hier zitten alsnog niet echt mooie vlekken. Maar zie je, er komt ook een klein beetje licht door. Het is echt
Zie je het? Eerlijk gezegd ben ik wel een beetje teleurgesteld over deze HEMA kwaliteit. Want ik ben normaal mega fan van HEMA. Ik zal voor zekerheid een linkje even hier beneden zetten. Dan zie je welke we hebben. Maar ik wil heel graag affiliate linkjes gaan gebruiken. Want er wordt zo vaak natuurlijk iets gekocht door mij. En ik gebruik nooit, al 8 jaar niet, affiliate linkjes. Maar ik heb nu eindelijk 1 website ontdekt waarmee ik een paar linkjes kan maken. Dus onder andere bij de HEMA. Dus ik zal even linkjes erin zetten. Maar het is echt super leuk. Als jullie zeg maar op het linkje klikken, krijg ik 4 cent bijvoorbeeld. En niet als jullie iets kopen. Dus stel dat je op mijn affiliate linkjes klikt. Ik weet dat ik super veel vetlieve sportlieve kijkers heb. Dan help je mij dus. Gewoon door puur te klikken. Dus ik ga voortaan proberen om affiliate linkjes in de beschrijving te zetten. En om, bij dingen waarvan ik denk dat mensen er nieuwsgierig naar zijn. Pigmentvlekken zijn echt heel heftig trouwens. Maar door daar op te klikken help je mij. Dus ik krijg dus 4 cent. En het klinkt als weinig. Maar ik had laatst in 1 dag... met een linkje op Instagram dan toch €3,50. Ja, dat is toch leuk? Ik vind dat leuk. En die tulpen, het zijn dus goede tulpen. Die vallen helemaal uit elkaar. Dus ik snap niet zo goed wat er misgaat. Ik raak ze aan en ze... Kijk, waar ze bij. Vallen ze gewoon helemaal uit. En het poesieprobleem moeten we vandaag gaan oplossen. Ik heb gisteren van alles geprobeerd met tie rips, ophangen en doeken. Maar zoals alsnog gejumpt. De andere kat jumpt nu ook naar ons. Dus ik zei tegen de buurman, laten we ze maar even gewoon... desnoods laten vechten of zo. Want de reden, ik wil zo graag dat we Lina hebben geadopteerd, is omdat ze niet met andere katten kon. Dus dit zou zomaar de reden kunnen zijn. Maar ze zei wel dat Lina hun kat gaat afmaken. Want Lina is echt een wolfschaapsvrienden. Nu ga ik even editen. Ga ze even bij de kapper. Mijn verjaardagsvlog moet morgen online. En ik heb zoveel zin om weer verder te gaan met het editen van die vlog. Dus ik maak even een cappuccino met lactosevrije milch. En ik ben de vaatwasser aan het uitruimen en ja, vandaag wil ik eigenlijk dus even dat voor mijn katten een oplossing zoeken en zo. Maar klik op mijn affiliate linkjes, dan helpen jullie mij super erg leuk. En ik doe ze natuurlijk ook voor jullie, het is vet veel werk om die linkjes te maken. Want vaak heb je iets ergens gekocht en dan kan je met die website geen affiliate. Dus dan moet je op zoek naar een andere website waar je wel affiliate hebt. Maar soms zijn die dan duurder dan waar jij het hebt gekocht en dan vind ik het weer niet eerlijk, want dan... Ik zoek juist altijd naar de beste prijs, dat zie ik irritant. Maar je kan er dus gewoon op klikken. Dan weet je in ieder geval welk product het is. Ik zoek dan altijd naar de beste optie. Maar je kan natuurlijk ook altijd zelf verder zoeken op dat item naar nog goedkoper. Maar ik probeer altijd de goedkoopste optie voor jullie te zoeken. Maar ik vind het gewoon leuk om ook met affiliate te kunnen werken. Dus ja, nou. Dat weer wat info over YouTube Live. Oh my god, gelukkig ben ik gaan editen. Want het is serieus 2 uur middag. Ik wilde eigenlijk dingen gaan doen vandaag. Maar ja, die vlog moet morgen online. En ik ben nu pas klaar. Het worden weer 2 delen. En ik was al... Ik had vanaf donderdag of vanaf vrijdag al helemaal geëdit. Dus moet je dan gaan. Ziek veel werk is editor. Ik vind het dus alleen echt heel leuk. Maar het kost gewoon heel veel tijd. En deze week heb ik zo weinig kunnen doen. Dus ik moest het nu doen. Het is wel een beetje zonde van het weekend met mij en haar. Maar oké, moest. En nu is hij klaar. Dan moet hij opslaan een paar uur. En dan... ja. Ik moet nog een tumpie maken, maar dat kan maar vanavond wel. Hallo jongens, ik heb echt heel weinig gevlogd, maar Poesie is echt een kat aan het worden. We hebben hier nu even random net gespannen. Ze klimt op de rand, dus gisteravond ging ik haar redden. Er zat er ook nog een slak in haar vacht. Toen dacht ik, oh my god, straks valt ze eraf, maar... Ze doet het op zich wel goed. Waar is ze nou? Nu is ze weer weg. Ze heeft het helemaal ontdekt. Ze heeft gisteren een zieke fight gehad met de buurkat. We dachten laten we ze maar gewoon laten ontmoeten. Maar Lina die wil daar half dood maken. Dat is ook de reden dat we haar hebben geadopteerd natuurlijk. Ze is helemaal geobsedeerd. Ze wil alleen nog maar naar buiten. Dus het is best wel een drama. Dus we geven er maar aan toe, want anders heeft het ook geen zin. We zitten alleen maar geobsedeerd te kijken. En we hebben dus boompjes gekocht. We moeten nog even kijken. We dachten een beetje als schutting, maar we wilden eigenlijk grotere bomen kopen. Maar die konden we dus niet hier naartoe krijgen. Hi baby. Ja, tegen ons is zeg maar gewoon nog net zo schattig als altijd. Maar tegen katten is ze echt de hel. We hebben een vijgenboom. Deze hadden we dus als het goed is ook in Frankrijk. In Zuid-Frankrijk bij mijn opa en oma. Mega lekker en een leuke herinnering. We hebben een hele donkere kers. Een lichte kers. Een conferanspeer. En een Golden Delicious. Ik wilde eigenlijk Elster, maar deze was heel mooi. En deze, nou ja, ze groeien 20 of iets meer per jaar. Dus we moeten even kijken wat we hiermee gaan doen. Maar dit vijgje. Ja, dat gaat echt heel lang duren voordat dit iets wordt. Maar hij moet wel een grotere pot. Zit die blauwe bes?
Die zag er eerst heel anders uit, toch? Deze gaan echt als een gek. Volgens mij groeien die echt enorm. Het heeft ook lekker geregend. Oh, bizar. Maar hier ergens zag ik ook al knopjes aan. Waar was dat ook weer? Maar deze gaat wel heel langzaam. Nou ja, we gaan het zien. Nou, we hebben net met de buurman even overlegd, want we moeten echt een oplossing bedenken om het een beetje dicht te maken zonder dat je het echt dicht maakt. Dus we gaan zo even naar de ingangtuin. En Poesie is helemaal geobsedeerd. Ik ben trouwens echt super moe, veel te weinig geslapen. Maar ik had nog 3 paar buffalo schoenen besteld. En hierna heb ik besloten om even te stoppen met zoveel winkelen. Maar kijk. Dun dun. Ze waren in de sale en ik ben zo blij met mijn andere schoenen. Dit is echt totaal anders. Dit is hetzelfde model, de CLD. Ik vond deze ook zo vet. Een soort van nude met geel beige. Het zijn echt reusachtige schoenen, zeg. I love it. Heb ik het nodig? Nee. Ik vind ze gewoon zo vet. Ik ga nog kijken of ik ze alle 3 ga houden, hoor. Maar ik heb ze volgens mij voor nog geen 100 euro per stuk kunnen scoren. Volgens mij hebben ze niet meer, maar ik zal weer even van die affiliate linkjes in de beschrijving zetten. Tadaa! Ze zijn wel echt heel veel minder bijzonder dan die paarse die ik heb. Maar ik dacht, ik vind het zulke toffe schoenen dat ik eigenlijk het wel leuk vind om nog wat basics te hebben. Want ik hou echt zo erg van die chunky sneakers. Maar ik ga gewoon even ze rustig passen en kijken of ik ze allemaal ga houden. Dus in feite gewoon een witte sneaker met bloemen. Maar die bloemen zie je natuurlijk helemaal niet. Dus ik moet eventjes kijken hoe ze staan en of ik dit de moeite waard vind. Maar ik heb eigenlijk echt best wel schoenen nodig die lekker zitten. Alleen deze zijn vrij lomp. Dus ik ga daar even over nadenken. Maar ze waren in de sale. Dus ik dacht, ik ga ze alle 3 bestellen. En dan moet ik even kijken of ik ze wil houden. Maar ja, natuurlijk wil ik ze houden. Maar ik moet echt een beetje normaler gaan doen met geld. Dus ik had gezegd, dit is mijn laatste uitgave. Maar misschien stuur ik wel een paar terug of zo. I'll let you know. Nu gaan we eventjes snel aankleden. Ga even naar de intratuin. Mijn liefde voor deze schoenen is wel echt groot. Het model heet de CLD van Buffalo. Ik vind het zo vet, zo chunky. Dat vind ik het echt. Ja. Misschien moeten we jou maar weer even retour sturen, Poesie. Stoute Poesie, ook ineens allemaal vlekken. Rebel. Ja. Ze zijn dus vrij lomp, maar ze zitten gewoon echt heel chill. I love it. Ik vind ze allebei heel stoer en leuk. Oké. Ik heb ze dus gepast en ze zijn te klein. Ze zitten heel krap aan mijn tenen. Dus oké, nou, we gaan nu naar het intratuin. Hier zijn we weer. Bij een ander dit keer. Het is heel, heel apart, klinkt misschien heel raar, maar bij vijgenbomen denk ik dat het echt aan mijn open oma. En ik sta dus bij die vijgenbomen en ik denk ineens van wauw, ik vind dat eigenlijk een soort sentimentele waarde. Dat ik bijna dit zie als een soort van grafsteen. Ik heb nooit iets bij begraafplaatsen. Weet je wel, een boom plant met herinneringen aan je opa en oma. En iedere keer als er een vijg aankomt, dat je dan denkt aan je opa en oma. Of als er geen vijg aankomt. Ik vind het gewoon een hele mooie sentimentele waarde. Ik kon net bijna gewoon huilen bij het idee. Vind ik echt mooi. Gewoon een hele schutting. Het gaat nooit in OTP eigenlijk passen, maar ik zei dat het wel kan tegen haar. Oh, we hebben er nog één nodig. Nou, dat is 200 euro, dat is een ziek duur. Jees. Kijk dan. Poesie is ook natuur. Hier. Kijk. Hallo. Oh, uit dat ding. Lekker. Nou, dit boeit er niet, zoals altijd. Poesie, ga maar hiermee spelen in plaats van naar buiten. Veel plezier. De eerste keer dat ze dat deed, kreeg ik echt een hartverzakking. Maar ik hoop het voor haar. Nee, ze is echt net minuus. Ze is een echte poes geworden. Oh ha, ze kijkt wel hoor. Ze is zo fluffy, is niet normaal deze kat. Zo dik en wollig. Daar kan ze het gewoon goed zien. Dat is de enige plek waar ze nog in de tuin kan kijken. Oh, ik schrik met het. Ah, oh. Oei. Ik herken hem echt niet. La 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 cocktail. Oh, eigenlijk zou ik hier ook een keer het recept van moeten delen, maar ja. Eng wat ze nu doet. Oh, mijn hart. Ha. Oh mijn god, ik kan dit niet aan. Durft ze nu wel terug? Ik
vind het echt, mijn hart staat stil. Oh, nee, straks, nee, ze gaat ernaast terug springen en dan valt ze op de grond. Ik hoop het. Je kan het, Poesie. Je kan het. We geloven in je. Ze voelt zich zieke baas nu. Nee, leuk die bomen. De bomen staan niet zoals ze moeten hoor, trouwens. Voordat jullie dat dachten. Ze zag een vogel. Ze voelt zich echt de koningin. Wat als ze er niet af durft? Ze wil niet naar die andere tuin. Je kan het, Poesie. Oh, ze vindt het eng. Ik ga haar helpen. Nee. Ze gaat de verkeerde kant springen. Nee. Ze durft niet. Oh, wat eng. Oh, Poesie. Oh. Als ik er nu red, doet ze het misschien nooit meer. Ze is gevonden weer. Oh, Poesie, wat knap van jou. Duimpje omhoog voor Poesie. Thumbs up voor Poesie. Maar ze kan nog niet in die andere tuin komen. Dat snapt ze denk ik nu wel een beetje. Als ze maar niet over dat dunne randje gaat lopen hoor. Ze is nu wel eindelijk een poes aan het worden qua karakter. Dat is wel gezond. Ja, einde. Ja, weet je al iets? Lekker zoietje, heerlijk. Oh my god. Dit programma is echt hilarisch. Oh, ik hou van zondag. Zondag zat ze een lekker dagje. We dachten eerst dat dit het probleem was. Maar ze is nu niet alleen in deze tuin, maar ook in die tuin. En ze kijkt gewoon naar ons van, hi, ik lig hier lekker. Wat doen jullie met jullie leven? Alles goed? Alles kids? Daar zit de katten net, dus als ze daar inspringt, dan krijgen we er niet meer terug. Kom je nog, Poesie? Of? Oké, doei. We hebben een aantal hindernissen geplaatst. We willen allemaal mooie bomen. Uiteindelijk zijn het alleen maar beschermingsdingen geworden. Kijk, daar heb ik iets opgezet. Oeh. Oh, dat was echt super gevaarlijk. Ze heeft gewoon scheid. Poesie, dat was eigenlijk zo dat je er niet op zou gaan. Je hebt gewoon skitta. Ja hoor. Nou, dat heeft ook geen zin. Dat is voor jou, kattengras. Wow, het is donker. Weer jongens, dan ga ik de weekvlog hier weer afsluiten. We hebben lekker een heel chill dagje gehad. En nog even twee gekeken. En ik heb even op mijn computer wat gewerkt aan iets. Wat ik nog niet ga zeggen. Bedankt voor het kijken. Vergeet me niet te volgen op socials. Leuke reacties achter te laten. Duimpje omhoog te doen. En tot bij de volgende.